Twitter is een social media portaal waar dat mensen in 140 tekens met elkaar communiceren. Dat zorgt ervoor dat er op een heel snelle manier wordt gecommuniceerd. Meestal wordt dan doorgelinkt naar andere dingen. Dus het voordeel van zoeken in Twitter is dat je een heel accurate of heel actuele informatie vindt. Maar het nadeel is dat het soms wel een beetje ontbreekt aan bronvermelding, dat er soms nogal snel conclusies worden getrokken en dergelijke meer. Dus ik ben zeker geen volledige volger van alles wat je op Twitter, hè, moet je zomaar geloven. Het is ook typisch dat op Twitter vooral volwassen mannen met een hoger diploma, die zijn vooral actief. Dus het is zeker niet het buikgevoel van de hele maatschappij. Soms vervalt Twitter ook naar het niveau van een toog, een cafétoog. Maar niettemin, om heel actuele informatie, stel dat er iets gebeurd is, dan ben je altijd snelst via Twitter. Ik herinner mij toen de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs waren. Als ik nieuws wil weten, dan was Twitter voor mij de snelste manier om het nieuws te krijgen. Dus mits enige kritische zin, kan je Twitter zeker gebruiken. Eenvoudig zoeken doe je gewoon via deze balk. Stel dat ik bijvoorbeeld wil weten wat er allemaal over Muntpunt wordt gezegd. Dan ga ik zoeken. En traditioneel gaat Twitter de top tweets, dat wil zeggen degene die het meest gevolgd worden, die het meest geretweet worden en dergelijke meer, gaan ze van boven zetten. Dus dan ga je altijd bij dezelfde mensen een beetje terechtkomen, is mijn ervaring. Ik kijk liever op live en dan gaat hij sorteren op datum. Dus als dan, op die manier kun je dan gaan kijken. Nu, zodra je in Twitter bezig bent, dan merk je, dus je hebt hier allemaal mensen die over Muntpunt bezig zijn. Staat daar een ad voor, dan is dat een account van iemand en dan kan je doorklikken. Als ik nu naar ad Muntpunt, dan ga ik naar het account van Muntpunt zelf gaan kijken. En dan zie je allemaal de tweets die Muntpunt heeft verstuurd. Wil je ook zien, als ze op andere tweets hebben geantwoord, wil je die ook zien, dan moet je op tweets en antwoorden kijken. En je kan ook op foto's en video's. Dat is één manier om te zoeken. Een tweede manier, dan kan je eventjes deze tweet bekijken, is dat mensen in hun tweets hashtags gebruiken. Hashtags, dat is zo'n spoorwegteken, je ziet dat hier. Daardoor gaan mensen die tweeten zelf trefwoorden eigenlijk toekennen aan hun tweet. En waardoor je dan verder kunt opzoeken. Dus als ik nu bij Muntpunt hier op Week van het Nederlands, dan ga ik gewoon verder zoeken op de hashtag Week van het Nederlands. En ik krijg iedereen die die hashtag heeft gebruikt. Opnieuw, eerst top. Ik heb liever live, dan krijg ik de meest recente. Voilà, en dan kan ik eigenlijk alle informatie omtrent Week van het Nederlands gaan volgen. Dus die hashtag kan je gaan doen. Als je hier zoekt, hoef je die niet per se in te vullen. Als je die toevoegt, dan zoek je enkel op mensen die dat trefwoord hebben toegekend. Er zijn natuurlijk nog meer opties. Een van de mogelijkheden is dat je zoekt bij jou in de buurt. Dus dat je zegt van kijk, ik zit hier bijvoorbeeld in Gent. Ik ga kijken wat mensen in en om Gent vinden van iets. Waardoor je minder vervuiling hebt. Stel dat er dan Muntpunt ook nog een in een andere taal iets betekent. Dan soms krijg je vanuit die andere taal allerhande informatie. Dat wil je niet altijd. Dan kan je iets naar geavanceerd zoeken, dan zie je het nog beter. Zou ik bijvoorbeeld wil weten wat mensen in het Brusselse over Beveghem vinden. Het nieuwe Canvas-programma. Ik vul Beveghem in. Ik zou hier al kunnen filteren op Nederlands. En dan kun je de plaatsen, de buurt van deze plaats. Ik heb nu eventjes al Brussel. Bij mij staat het standaard op Gent. Je moet dat wel eerst inschakelen, in die locatie. Dus als je de eerste keer hierop komt, ga je dat eerst moeten inschakelen. En dan ga je je zoekactie sowieso opnieuw moeten doen. Zodra dat ingeschakeld is, kan je dat gebruiken. Stel dat ik nu wil weten hoe dat in Brussel, ik zit hier in Gent, kan ik toch op andere datum. Je kan ook op datum gaan zoeken. En je kan zelfs kijken van, hebben mensen positieve vibes of een positief gevoel? Dan hebben ze meestal een smiley gebruikt. Een negatief gevoel, dan hebben ze
een smiley, maar dan een verdrietige smiley gebruikt. Is het een vraag? Zijn het retweets en dergelijke meer? Dus dan kan je eigenlijk gaan beter gaan zoeken. Nu, ik ga dat allemaal niet doen. Ik ga even gewoon zoeken. Beverham. Ik krijg opnieuw alle top. Ik ga even naar live. En dan kan ik zien, en dit zijn allemaal mensen die... Want je ziet hier bovenaan mijn hele zoekactie. Beverham. Taal Nederlands. Nabij Brussel, België. In een straal van 15 mijl. Dat zijn allemaal mensen die in een straal van 15 mijl... let op. Dat kan een beetje vertekend zijn. De meeste mensen zullen hier effectief al in het Brusselse dit verstuurd hebben. Maar stel, ik heb mijn locatiebepaling niet opstaan. Dus als ik hier surf en ik tweet iets, dan gaat hij dat registreren als, meestal als nabij Mechelen. Hè, omdat ik op Telenet zit. Telenet zit in Mechelen. Dus let een beetje op met die locatiebepaling. Ze werkt niet altijd. Maar dus Twitter kun je voor van alles gebruiken. Zeg, mits enige kritische zin. Hè, ga zeker gaan opletten. En als ik hier ga... Ik volg zelf nogal Twitter. Dan heb je snel al door weer heel vaak tweet. Hè, deze Armand Vervaak bijvoorbeeld. Dat is een vaste klant op Twitter. Met zijn voor- en zijn tegenstanders. Maar wil je, zeker bij een heel actueel nieuwsfeit... informatie, dan is Twitter wel het snelste om dat nieuws te hebben.